Vanavond vond in een uitverkocht speelhuis de tweede versie van Maestro plaats. Na een spannende muzikale strijd ging Ingeborg Oudekerke er uiteindelijk met de felbegeerde zilveren baton vandoor. Na ieder optreden was dan daar de jury bestaande uit Bram Bosmans, Jermaine de Rosario en Rob van der Sommer. Met een kort introductiefilmpje van de maestro werd het optreden ingeleid. Tussen de optredens door werd een veiling gehouden waarbij iedere maestro één veiling-item aanbracht. En natuurlijk kon het niet anders dan dat fotograaf Gerard van Hal zijn stuk dirigeerde met de lightsabel. Uiteraard nam de dirigent van het Helmonds Muziekkorps, Willem van Zee, ook even de buton in de hand en dirigeerde het orkest. Ze mochten de drie finalisten hun tweede nummer dirigeren waarbij ze soliste Danny Mikesh begeleiden. Hierna ging de jury in beraad wie de maestro 2022 zou gaan worden. Het is een waardige maestro en daar zal het verschil zitten. De maestro van Helmond is Ingeborg Oudekerke.
Ingeborg, van harte gefeliciteerd. Je hebt gewonnen. Mag ik een eerste reactie? Ja, overweldigend. Echt. Het is zo'n fijn gevoel en zo mooi om daar te mogen staan. Maar we hebben het wel echt met z'n allen gedaan. En dat orkest en ja, de verbinding voelen, dat is wat ik eigenlijk wilde. En dat is echt gelukt. Dus ik ben heel blij. Meneer, jij greep er net naast. Ja, helaas. Ik moet iets zeggen. Ik ging in de pauze even naar de zaal om mijn vrouw te zien. Ik gaf haar een knuffel. En ze zei tegen mij, schat, echt goed gedaan. Maar degene die het laatste was met spelen, die gaat echt wel winnen. En dat was Ingeborg. Oh, ja. Maar dat vond ik zelf ook. Die was zo goed. Dus ik ben blij dat ik hier een deel van mocht uitmaken. Maar een terechte winnares. Absoluut. Ja, er is bij jullie onderling ook echt iets gegroeid, heb ik het idee, hè? We hebben zo'n fijn clubje bij elkaar en we hebben elkaar zo gesteund. We hadden samen een groepsapp, we hebben samen een keer geborreld en we hebben ook echt nog afgesproken dat we na deze avond samen nog een keer komen om lekker bij te kletsen en na te genieten. Want dat is het, hè? We gaan nagenieten. Heerlijk. Meneer, we kennen jou natuurlijk van tv. Is dit een hele andere manier van performen? Ja, zeker, want ik was helemaal niet bezig met performen. Ik was bezig om te zorgen dat het orkest hun ding kon doen, hun expertise kon tentoonstellen, dat ik het niet ging verkloten. Daar kwam het eigenlijk op neer. Dus ik was heel anders aanwezig. Dus ik was niet aan het performen, ik was echt bezig om te zorgen dat ik het orkest kon leiden, dat ik een beetje genoot, een beetje de muziek in me op laten nemen. Dus anders dan op televisie, absoluut. En wat zien jullie er allebei prachtig uit, zeg. Speciaal voor vandaag gekocht. Nee, ik had het al in de kast hangen. Ja, helaas. Ik kon niks anders vinden. Ik denk, dit is mooi, stemmig, zwart, zwart. Vind ik altijd wel heel mooi. Ja. Een manier, een hele speciale. Ja, ook dit had ik al liggen inderdaad. Ik heb in de kast gekeken wat ik had. Beetje een combinatie, een beetje zoals ik zelf ben. Een mix tussen Marokko en Nederland. Dus een beetje een mooie mix. Zo voel ik me het prettigst, ook op het podium. Dus dat vond ik fantastisch. Nou, jullie zeiden het al, we gaan even lekker nagenieten. Wat gaan jullie nu doen? Nog even de foyer in? Of? Ja, natuurlijk. Mijn moeder komt helemaal uit Zuid-Limburg hier naartoe. Die is al oud, maar heel fief. En ik wil er heel graag even een knuffel geven. En mijn familie ook, ja. En vrienden natuurlijk. Heerlijk, ja. Even een espresso en mijn vrouw een knuffel geven en nagenieten met de andere kandidaten. Dus ja, even nagenieten van deze prachtige avond.